Van harte welkom mensen, nieuwe podcast. Welkom, welkom. Nieuwe woensdag. We're back. En vandaag willen we even starten met een verhaal. Want heel veel van jullie, ik denk een grote deel van de mensen is denk ik een beetje in crypto gekomen rond 2017. Eerste echte officiële bullmarkt van het grote publiek in Nederland. Ja, misschien 2021 zelfs, dat een beetje het moment is dat je bezig bent gegaan met crypto. Ja. Maar het is belangrijk om even terug te kijken naar de oorsprong van Bitcoin. En waar het vandaan komt, wie het heeft opgericht. En voor veel mensen is het natuurlijk een geheim, tenminste voor iedereen is het eigenlijk een geheim. Wie nou de persoon achter Bitcoin is, of Satoshi, de groep mensen? Satoshi Nakamoto, hè? Ja. Oh, wie is dat? Eigenlijk een soort nickname, hè? Dus een soort codenaam van de persoon die dit heeft opgericht. En het is eigenlijk onbekend wie nou de uitvinder of uitvinders zijn van Bitcoin. Er zijn er natuurlijk wel een aantal mensen die verdacht worden. Er zijn ook hele Wikipedia-pagina's vol en communities die op zoek zijn naar de persoon en personen erachter. Mm-hmm. En dat doen ze dus op basis van manier van schrijven op de blogberichten op het Bitcoin-forum. Ja. De tijden wanneer er is gepost. Dus allemaal een soort van informatie die wordt gebruikt om een bepaalde richting op te gaan. En een van de mensen die altijd onder verdenking heeft gestaan is Halfini. De reden waarom deze man verdacht wordt ervan is omdat het een hele bijzondere man is om een aantal redenen. Hij is namelijk de tweede programmeur geweest van de PGP, dus Pretty Good Privacy Encryptie. Dit ken je misschien wel van de PGP-telefoons en dergelijke. En natuurlijk is er ook nieuws geweest dat deze dan zijn gelekt en noem het maar op. Maar dit komt meer omdat servers uit de lucht worden gehaald van politie dan dat het is dat de encryptie niet werkt. Maar in ieder geval, het encryptiesysteem is hij een van de personen voor. Hij was ook vroegtijdig onderdeel van de zogenoemde cypherpunks-beweging. Eigenlijk een groep crypto-fanaten, dat zeg ik verkeerd, cryptografie-fanaten. Ja. Dus mensen die zich echt met de techniek bezig hielden, die daar fan van waren. En hij heeft een soort, voor mij heet het een rebouncer of een rerouter opgezet, waardoor het zeg maar mogelijk was die nieuwsbrief te verspreiden zonder dat mensen dan erachter kwamen wie de afzender was van die nieuwsbrief. Waarom die nog meer bijzonder is en waarom ik het vandaag over wil hebben, is omdat hij de allereerste transactie ooit op de blockchain heeft ontvangen. Dus Satoshi Nakamoto heeft 10 bitcoin verzonden naar een persoon toe en Halfini was die persoon. Het ging om 10 bitcoin. Maar wat mij zo intrigeerde aan het verhaal wat ik jullie vandaag ga vertellen is dat ik heb ooit een documentaire gekeken op Netflix. Die heette gewoon Banking on Bitcoin. Echt een aanrader als je trouwens meer wilt weten over deze groep mensen en een beetje de oorsprong van Bitcoin. Maar wat ik zo bijzonder vond aan het verhaal is dat ze in die documentaire zeggen dat hij is overleden. En dat is ook zo, want technisch gezien is hij dood. Is hij niet dood? Hij is ingevroren. Ingevroren. Dus er is een techniek, dat heet iets van Cryofreeze en het heet iets anders, maar je kent het wellicht van series zoals The 100, dus dat ze zeg maar naar een andere planeet vliegen en zich dan laten invriezen en dan na 100 jaar, honderden jaren weer ontdooien en dan weer tot leven worden gebracht. Mm-hmm. Om dan zeg maar lange afstanden te kunnen reizen in de ruimte. Dat is een beetje hoe het in films en dergelijke naar voren komt. Nu blijkt deze techniek ook gewoon gebruikt te worden in het echt. En het is dus een techniek dat mensen zeg maar heel langzaam ingevroren worden. Mm-hmm. En ook met een speciale chemicalie, van mij heet dat iets van M220 of M20, ik ben even exact kwijt hoe het heet, ik ben ook geen cryofreeze expert verder. Maar daar word je dan op een bepaalde manier ingevroren dat je cellen niet afbreken. Dus op het moment dat je dan zeg maar min 300 Fahrenheit bent of zo, dus echt in zo'n toestand bent gebracht dat jij zeg maar op moleculair niveau totaal bijna niet haast stilstaat in tijd letterlijk. Dus dat je gewoon haast hetzelfde blijft als dat je bent. Zo is die guy dus ingevroren. Zo, dat is wel para, man. De reden dat hij dit heeft gedaan is omdat hij, en dat laten ze ook in die documentaire zien, hij had de spierziekte ALS. Dus op een bepaald moment in tijd moest hij dus, kon hij op een gegeven moment niet meer lopen, zat hij in een rolstoel. Toen had hij, omdat hij programmeur was, had hij op een gegeven moment software geschreven dat hij zeg maar met zijn oogbewegingen nog soort van kon typen. Dus dat hij zeg maar nog kon communiceren met de buitenwereld, nog kon programmeren. Dus hij heeft nog een lange tijd ook aan Bitcoin wallets en dergelijke gewerkt. Maar dus echt op zo'n model, dat hij zeg maar zo met zijn ogen zit en gewoon een wallet loopt te programmeren. Dat is para. En uiteindelijk
was hij zo erg afgetakeld dat hij alleen nog ja en nee kon zeggen met zijn wenkbrauwen. Mm. Dus één keer ja, twee keer nee of zo, weet ik veel. Ik weet niet precies hoe dat werkte. Ja. Maar dat was het moment dat hij voor het laatst, zeg maar, een donatie kreeg. En daarmee zou hij dan een bepaalde tool krijgen. Ik weet even niet meer wat het was. Maar die was niet compatible met de spieren die hij nog kon gebruiken. Dus heeft hij ervoor gekozen om zichzelf te laten invriezen. Zo, dat is gek. Ik wist het helemaal niet, man. Nee, ja, ik ook niet tot vandaag. Dus ik vond het heel benoemswaardig. Want de reden dat dit belangrijk of interessant kan zijn, is dat, stel dat hij echt Satoshi Nakamoto is, of een van inderdaad de mensen van, de oprichters van Bitcoin, hè? Dan zou dat betekenen dat hij straks misschien ontdooid, 100 jaar later, weer tot leven gebracht wordt. Als de techniek daadwerkelijk daar is, dat ze dus inderdaad mensen weer tot leven kunnen brengen. Want die techniek is er dus niet. Er is alleen de techniek dat mensen ingevroren kunnen worden. Dat er een cure is voor ALS, want die is er ook niet op dit moment in tijd. En dat er een cure is voor anti-aging, zeg maar. Dus dat je nog of langer jonger wordt of langer kan leven of whatever, zeg maar. Maar dat vond ik best wel een opmerkelijk iets. Want het is in 2014 dus al gebeurd. Het is wel heel paradigmatisch. Klinkt als een hele slimme guy, toch? Want ik bedoel, als je ALS hebt en op een gegeven moment een computertaal programmeert waarbij je ogen nog steeds kan programmeren, joh, dat is para. Dat is een heel andere level. Uh-huh. Maar het makes sense. Als de tijdlijn klopt, dus toen dat Satoshi Nakamoto is verdwenen, zijn laatste berichten, en Helfenio, nee, waar is zijn laatste bericht? Ik weet de tijdlijn even niet, maar daar zou waarschijnlijk al onderzoek naar zijn geweest. Anders zou het geen gerucht zijn of conspiratie. Hij was ook een van de hoofdverdachten inderdaad. Ja. Ja, dat wordt, ik denk dat dat een van de slimste moves kan zijn die je kan maken. Ja. Want het enige wat zo iemand kan denken is, een nieuwe technologie heeft tijd nodig. Hoe kan iemand zijn tijd kopen? Yes. En ik denk dat hij dus zijn money, put your money where your mouth is. En hij zet dus al zijn geld op technologie. Denk ik dan. Ja, zeker. Want, vooral nu door artificial intelligence. In 2014 was het best wel, het bestond al artificial intelligence, alleen niet wereldwijd bekend. Je wordt een beetje gestandardiseerd, een beetje gemonetariseerd. Mensen maken money erop. Maar vergis niet, AI gaat die hele ontwikkeling van de medische sector, de technologische sector versnellen. Dus ja, dat zou zomaar kunnen, man, dat we Helfini binnen no time weer zien. Ja, 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 dat kan zomaar. Ja. En misschien maar, maken wij dat zelf niet eens mee. Hè? Nee, want ik denk ook niet dat wij dit. Zou wel tof zijn, want dan kunnen we het, we hebben het gezegd en we kunnen het zien gebeuren. En dan kunnen we het ook vragen van, you motherfucker. Ja, 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 gekke play, powerplay. Ja, dat was eigenlijk powerplay, want hij komt natuurlijk terug als de rijkste man ter wereld. Letterlijk. Als hij dus Satoshi Nakamoto is die 1 miljoen bitcoin heeft in zijn wallet. Juist, want dat was dus ook een beetje het ding wat dan in hetzelfde interview stond met zijn vrouw. Want zijn vrouw leeft dus nog wel. Die is ook van plan zich op een bepaald moment in te laten vriezen. Maar die zei dus wel, dat vond ik dan wel opmerkelijk, dat ze helemaal niet zo gigantisch rijk waren. En dit is wel een artikel uit 2014, dus kan ondertussen wel weer anders zijn en dergelijke. Maar het kwam er wel op neer dat ze heel veel van de bitcoin-opbrengsten hadden gestopt in zijn operaties en dingen om zeg maar die spierziekte te financieren. Dus ik vond het alsnog een opmerkelijk verhaal. En het valt ook zeg maar in het rijtje met eerder gedrag van hem. Want hij is dus wel steeds de eerste of tweede persoon geweest bij hele belangrijke technologische ontwikkelingen. Uitvindingen zelfs. Ja. Dus dat hij dan zeg maar een van de eerste is die ook zo'n techniek omarmt, is niet gek. Maar zijn er nog meer mensen die dus zo'n cryosleep hebben gedaan? Ja, dat bestaat dus al. Dat wist ik wel. Maar ik vond het gewoon opmerkelijk dat hij dat had gedaan. Ja, dat is. En je hoort het ook niet veel, zeg nee, maar. Klopt. Weet je ik wist het niet. Dat wist ik, maar het kan dus inderdaad een gekke powerplay zijn, man. Ja, dat zou wel bizar powerplay zijn. De powerplay of a century. Ik denk of de hele bestaan na Christus. Ja. En je had het over artificial intelligence. Afgelopen week was er ook natuurlijk een nep-afbeelding gegenereerd van het Pentagon. Van het Pentagon, dat er een ontploffing of zo was. Ja. En de markt was gevallen met 500 miljard of zo. De S&P. Klopt, man. Ja, de S&P 500. Bitcoin had ook een klap gekregen. Daarna, nadat de tweet dus bekend werd gebracht van, het is nep, herstelde de markt redelijk. In ieder geval Bitcoin, S&P 500 heb ik niet gecheckt. Maar zo zie je wel hoe gevaarlijk of hoe krachtig het internet, AI. AI met internet, ja. En dan, gewoon digitaal kunnen ze gewoon alles manipuleren, online. Dat waren de gevaren. En nu zien we het ook gewoon. En we kaarten het in de Discord ook aan. Vandaar dus blockchain technologie steeds meer belangrijker wordt in de toekomst. Want door blockchain kan je verifiëren als het klopt wat je zegt. Dus als het waar is, dat als iets echt zo is. Want deepfake, oftewel al die AI, machine learning, al die tories,
Die gaan ons zodanig manipuleren op alle social kanalen, media, nieuws, noem het maar op, anything. Mm-hmm. Daarom moet je teruggaan naar de technologie. Mm-hmm. En daarom, ik zet mijn money ook op de technologie. Niet zo all in as health in natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik ben echt een grote voorstander van. En ik ben er echt van bewust dat in de nabije toekomst... Ja, de grootste bedrijven gaan uit blockchain ontstaan. Mm-hmm. Dat is mijn bet. Ik hoop ook een bedrijf op te zetten in de blockchain. Dat zou super dik zijn. Want ja, beelden is the way to billions, om het zeggen ze altijd. Mm-hmm. Maar je weet maar nooit. Dus blockchain is the future, guys. En dan krijg je dus financiële sector die erbij komt kijken. De supply chain management sector. Allemaal categorieën die daarop in gaan springen. Omdat het, this is gewoon the way, man. Mm-hmm. Ja. En nog voor jullie beeldvorming. Afgelopen 22 mei was het Bitcoin Pizza Day. Bekend ook weer van die forums, de Bitcoin Forum, Bitcoin Community, Bitcoin Talks. Ik ben even kwijt hoe die exact heet. In ieder geval de oude Bitcoin forums. Daar is ooit in 2010, was daar door een man genaamd Laszlo 10.000 Bitcoin betaald om een pizza aan te kopen. Het duurde langer toch? Eigenlijk, hij had een blog gestart, maar niemand reageerde. En toen vroeg hij, is 10.000 Bitcoins niet genoeg of zo? Niemand accepteerde zijn aanbod, maar toch op de 22e, 23e van mei kreeg hij dus uiteindelijk de pizza's. Ja, en had hij de foto gepost, twee pizza's en zijn kinderen erbij. Ja, dat is super leuke gebeurtenis. Het staat bekend als de eerste commerciële bitcoin transactie, maar eigenlijk is het iemand die dus met zijn creditcard de pizza's heeft gekocht en de bitcoin heeft aangenomen. Ja. Maar wel een super benoemswaardig moment in tijd. Omdat het dus de eerste transactie is geweest. En nu zie je dus ook hele vergelijkingen van twee pizza's, want toen was het gelijk aan $41. Twee pizza's stond gelijk aan $41. Is in bitcoin. Aan 10.000 bitcoin. Sorry, 10.000. Ja, 10.000 bitcoin. Nu heb je zeg maar twee pizza's voor 0.00019 bitcoin. BTC, of voor 10.000 bitcoin heb je miljoenen. Ja, 370 miljoen dollar. Pizza's? Nee, gewoon dollars. Ja, precies. Dus miljoenen pizza's. Ja, echt aantal pizza's. Joh. Het slaat nergens op. Ja. We gaan niet deze pizza's uitdrukken, because we have no idea. Mm-hmm. Maar heel veel pizza's, ja. Ledger? Ja, Ledger. Vorige keer hebben we het aangekaart. Was in de livestream. Oh, dat is in de livestream. Voor degene, jullie moeten de livestream checken. Join the VIP in de link van de beschrijving. Maar Ledger die heeft een update voor de mensen die dat niet weten. Ledger, dat is een hardware wallet. Die zich specialiseert in je crypto zelf te behouden. Not your keys, not your coins. Maar wat was blijkt... Het? Ja, dat was het. Wat blijkt, Ledger heeft aangekondigd dat het in de code er een backdoor... Het is zeg maar, niet iedereen die dat ziet. Als je een coder bent of een developer, dan kun je dat zien... mits je dus toegang krijgt in hun code. Dat er dus een code in staat waarbij Ledger aan derde partijen kan verantwoorden... En in dit geval zouden dan zijn overheden die inkijk willen krijgen in dus financiële zaken voor wat mensen hun bezittingen zijn. Maar Ledger gaf nadrukkelijk aan dat dit niet het geval was. Mm-hmm. Afgelopen week zijn ze naar voren gekomen van, het stond er al die tijd al in de code. Mm-hmm. Hoe is dat nu dan opeens een probleem? En dit heeft de hele community boos gemaakt, opgeschrikt. Want Ledger die staat nogmaals, not your keys, not your coins, oftewel geen enkele derde partij... heeft enig zeggenschap, inzicht, inkijk, hoe je het noemen wilt, over jouw privéomstandigheden. Dat is gewoon heel simpel uitgelegd hoe het in elkaar zit. Maar nu blijkt dat het dus met hun nieuwe update, de recovery, Ledger Live Recovery of zo, wat ze willen aanbieden, dat dus mits je sleutels kwijtraakt, je private keys, 12 of 24 woorden als backup voor toegang tot jouw Ledger, als je die kwijt bent. Stel je raakt dat ook kwijt, kan je dus gebruik maken van dus de Ledger Live Recovery, waarbij je dus jouw key in verschillende, door drie encrypted files of zo, gaan er drie partijen. Mm-hmm. En alleen als je wilt, op jouw toestemming, komen die partijen bij elkaar en dan krijg je toegang tot. Anyway, allemaal nonsense waar het neerkomt, derde partijen hebben inzicht in jouw private key. Met andere woorden, als zij weten dat ik Ian deze wallet beheer en ik Ian word opeens door de overheid moet gesopponerd of in beslag genomen moet worden van, je bent met illegale activiteiten bezig. Terwijl het helemaal niet zo is, worden mijn bezittingen in één keer gewoon in beslag genomen. Ja. En ik was altijd een hele grote voorstander van Ledger, maar hierdoor krijg ik echt mijn twijfels en ga ik waarschijnlijk kappen met Ledger en over naar andere dingen. Ja, ik moet zeggen dat ik zowel een Ledger als een Trezor heb, dus ik heb meerdere hardware wallets. Ik vond Trezor hoe dan ook een betere wallet, maar daar stond de prijs ook naar, want dat is ook twee keer zo duur als de Ledger toch. Ja. Maar dat gezegd hebbende,
Dit vind ik wel een kwalijke zaak, want los van of je bezig bent met illegale activiteiten of niet, op het moment dat je zeg maar vermarkt als not your keys, not your coins, ja, en je biedt een oplossing om dus inderdaad decentraal los te staan van alles en iedereen, omdat je daarvoor kiest, ja, of je daarbij prettiger voelt, ja, want het is in zekere hoogte ook niet prettig dat zomaar een andere partij ook op basis van enkel verdenkingen jou te goed kan pakken, ja, jou kan stopzetten, nee, of wat dan ook. Als dat dingen zijn die je belangrijk vindt, dan is het dus niet verstandig om nog met Ledger in zee te gaan. Dus het wel zo dat ze aan hadden gekondigd dat ze het hebben uitgesteld, ja, toch? Zei door backlash van de community, mm-hmm, wat logisch is, want ze hebben het zo gemarketed, zo verkocht van hey, not your keys, not your coins. Jij alleen beheert je sleutels, dus niemand anders heeft nogmaals inzicht, inkijken, et cetera, et cetera. Mm-hmm. They fucked up. Het is een zware 180 graden. Maar puur daarom, ze hebben niet gezegd dat de update niet doorgaat. Het wordt uitgesteld. Mm-hmm. Maar dit hebben we ook aangekaart, denk ik, een paar keer geleden. Of ik weet even niet meer precies, maar voor adoptie moet er regulering en wetgeving komen. Mm-hmm. Dus op een of andere manier moeten alle wallets, exchanges, alleen dat niet willen en weten dat het tegen de termen van blockchain ingaan. Want blockchain is een decentraal netwerk. Nogmaals, zodra je een exchange of iets aan de overheid moet afstaan, ben je centraal bezig. Mm-hmm. Dat is nogmaals tegen de wetten van blockchain in. Maar waarschijnlijk is dit een cruciale stap voor adoptie. Yeah. We geven onze decentraliteit in voor snelheid, toepasbaarheid, toegankelijkheid en al die dingen. Maar ja, this is not the way for me. Want we zien dat overheden niet, yo, zo weten wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. Overheden hebben geen flauw verstand wat ze aan het doen zijn. Ze denken geld printen lost alles op. Er komt meer inflatie, onze belasting gaat hoger. Wij moeten meer betalen omdat zij meer printen. Omdat mm-hmm. dus zij verkeerde beslissingen nemen. Omdat zij, ik wil geen vingers wijzen, maar mm-hmm. te veel serious aannemen ofzo. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Zodra er dus Nederlanders meer energierekening moeten betalen, terwijl er externe mensen van buiten in Nederland komen, maar het voor hun een beter leven is en mm-hmm. op onze kosten kunnen leven. Mm-hmm. Tuurlijk gaan die mensen komen, toch? Maar wij gaan daarvoor moeten betalen. En ik denk dat het Nederlandse volk op een gegeven moment genoeg hiervan heeft, mm-hmm. toch? Ik althans wel. Ja. Ik heb niks aan die mofo's. Ik zit op straat, ze zorgen chaos. Nog maar niet iedereen, hè. Toch, mm-hmm. Ik scheen niet iedereen over één kam. Maar voor dingen die ik persoonlijk heb gezien, ik wil rust, weet je? En het is gewoon een feit, hoe minder immigranten, hoe meer rust. Het is geen rocket science. Het is gewoon een geschiedenis, laat dat zien. En daarom was ik ook voorstander van Trump. Nationalistisch. Mm-hmm. Geen left-wingies, mofo's, snap je? En dat is wat we nodig hebben, vooral nu. Want ja, we zijn geen kudde mensen. Ik ben een persoon, ik heb een mening, ik heb een ziel. Weet je? Dus ik laat mijn stem horen. Ja. En wat ook belangrijk is aan het hele Ledger verhaal, los van of je legale of illegale dingen doet. Want ik hoor je denken van ja, ik doe niks illegaals. Dat zei je eigenlijk ook vanmiddag, toch? Van, ja, dat is eigenlijk. Ja, nee. Maar jij zegt van, dus eigenlijk is het niet zo super erg. Maar laten we ook niet vergeten dat central banking digital currency straks een ding worden. Dus klopt. Stel dat we straks in een toekomst leven waarbij er dus inderdaad limieten worden gezet op hoe lang je geld mag bewaren. Mm-hmm. Of waar je geld aan mag uitgeven. Of dat je een bepaald iets koopt, zoals bijvoorbeeld sigaretten of iets anders, drank. Weet ik veel wat, dingen die slecht voor je zijn, varkensvlees, weet ik veel wat. Ja, gewoon vlees. Dat je dan dus, vlees in het algemeen, ja, nou trouwens inderdaad. Eat vlees the überhaupt. Ja, eat the box. Als je dat allemaal koopt en dat gaat weer ten koste van een zorgverzekering die je krijgt of weet ik veel wat. Mm. Kan zomaar, hè, met programmeerbaar geld. Juist. Dan wil je dus nog steeds dat stukje decentraliteit hebben, dat stukje dat jij verantwoordelijk bent voor dat stukje waarde wat je daar hebt. En dat yes. niemand daartussen mag komen onder wat voor beding dan ook. Want als jouw ING-rekening of welke bankrekening dan ook straks enkel nog maar draait op central banking digital currencies in plaats van fiat zoals we het nu kennen, wat ooit gaat gebeuren, dan wil je dat gewoon op die manier hebben. Ja, je wilt iets hebben. Yes. Iets waarbij, dit is van mij. Mm-hmm. Maar vergis je niet, dit is all part of the plan. Hè? Mm-hmm. Dit is allemaal volgens de 2030 de Great Reset. You will own nothing, but you will be happy. Juist. En het klinkt heel lichtelijk hoe we het brengen en heel normaal van, yo, wat is zo erg daaraan? Maar vergis je niet, precies dit is hoe het gaat zijn. Mm-hmm. Als dus de hele CBDC live is en dus alles wordt met digitale euro gedaan, zodra de overheid vindt dat jij bijvoorbeeld je ouder niet genoeg gaat zien of je niet genoeg sport, gaan ze dus beslag en premies kunnen leggen op je verzekering. Snap je? Vul het allemaal in. Maar
zij gaan dus bepalen wat je wel en niet mag. Juist. En je hebt niks anders, want je hebt geen bezittingen om terug te vallen. Mm-hmm. Punt. En als je dat doorhebt... Kijk, ik snap ook dat de meeste mensen waarschijnlijk niks bezitten in hun leven. Hè? Mm-hmm. Kijk, ik heb geen ossen op mijn naam, om het even zo te noemen. Mm-hmm. Snap je? Maar dadelijk ga je helemaal niks hebben. Juist. Of je bent een van de 5% van de wereld. Daar gaat het verschil in zijn. Want 95% van de mensen die gaan gewoon universal basic income krijgen. Die zijn afhankelijk van gewoon de system. Want AI en machines hebben alles overgenomen en al die shit. Alles is geautomatiseerd. Het is allemaal op de brede plan. Dus ja, decentraliteit is heel belangrijk. Mm-hmm. En vergis je ook niet in de hoedanigheid waarin hier al aan wordt gewerkt. Dus VeChain, populair project dat veel mensen kennen. Ik heb het zelf niet, ik hoop het ook niet om winst mee te maken. Maar goed, er zijn wel heel veel VeChain aanhangers. Mm-hmm. VeChain is dus gerebrand ergens in de tijd van supply chain management naar sustainability project. Ja. En een van de zaken die ze aan het ontwikkelen zijn voor de Chinese overheid is het feit dat je een soort CO2-credit score hebt. Mm-hmm. Dus op basis van hoeveel CO2 je uitstoot met wat je dan ook doet, daardoor krijg je dan een bepaalde score die dan weer bepaalde voorwaarden geeft aan jou. Dus of bonuses of boetes, waarschijnlijk boetes. Ja, als je een slechte credit score hebt natuurlijk. Juist. En dat is wel heel erg belangrijk om op te merken voor meerdere redenen. Als we het hebben over central banking digital currencies, dan wordt China als voorbeeld gehouden. Mm-hmm. Dus heel veel dingen waarbij wij als normale Europeanen zeg maar denken van, maar dat gaat toch nooit gebeuren. Jawel, dat staat wel te gebeuren. Het is al vastgezet. Je moet je zeg maar beseffen dat wat er bekend is van de central banking digital currencies, het probleem dat er zeg maar vorig jaar tijdens Bitcoin Amsterdam was, want toen was er een panel waarbij ze spraken over de central banking digital currencies, had je dus een panel met verschillende mensen, fucking slimme guy uit de bankindustrie, crypto fanaat, dit en dat. En van geavanceerd professioneel tot hobbymatisch tot wie dan ook, iedereen aan die panel had een bepaalde mening erover en iedereen zei eigenlijk hetzelfde. Dit is fucked up. En iets wat ik heel erg interessant vond van de mensen die er dus wel echt verstand van hadden en er ook echt diep in zaten, was dus dat zij heel erg tegen het feit aanliepen dat het dus onbekend is wat ze van plan zijn met die central bank en digital currencies. Dat je niet weet hoe ze worden uitgerold. En dat er dus heel veel onbekend ook over is. Maar het enige wat wel bekend is, is dat het dus uitgesproken dat ze China als voorbeeld houden. Nou, er zijn inmiddels wat meer dingen dan bekend, hè? Dat het dus gemaxed gaat worden met de 3000 digitale euro's voor Europa. 3000 euro's? Ja man, ik ga dat rapport per maand of hoe bedoel je dat? Dus dat is dat ding, het is gewoon per jaar. Dus als persoon kan je niet meer dan 3000 euro digitale euro's bezitten. Dus dat ik ga dat rapport sturen. Maar, ja, dat zou helemaal chaos zijn. Maar dus het blijkt dus dat de digitale euro, je kan hem dus programmeren, dat wil ze zeggen van niet. Het wordt programmeerbaar, want er wordt een maxcapaciteit PP aangegeven. Mm-hmm. Misschien afhankelijk van, misschien gaan ze ons in tier zetten, afhankelijk van ons werk wat we doen. Mm-hmm. Krijg een bepaalde tier. Snap je? Dus ik weet het allemaal niet. Maar het wordt geprogrammeerd. Iets dat je kan programmeren, kan je indelen hoe je wilt. Nog erger eigenlijk. Tuurlijk. Het is niet beter geworden door deze update, zeg maar. Nee. Mm-hmm. Maar natuurlijk, het gaat niet in één keer gebeuren. Hè? Want als een, wat je zegt, het fiat systeem gaat niet in één keer vervallen. Toch niet in één keer vervangen, sorry. Mm-hmm. Dus je gaat een max van 3000 euro's hebben, digitale euro. Maar jouw huidige fiat of je huidige bankrekening, ABN, ING, Rabo, dit blijft nog zo. Mm-hmm. De vraag is, wanneer komt die switch dat dus het hele systeem naar digitaal gaat? Mm-hmm. En dat is dus wat heel interessant wordt. Wat gebeurt als ik nu 100.000 heb op mijn huidige bank, maar ik mag maar max 3000 hebben in de digitale bank? Ja, precies. Toch? En dat is dan, wat gebeurt met die 97.000? Gaan ze dat in beslag nemen? Ben ik het gewoon kwijt? Hoogstwaarschijnlijk wel, toch? Mm-hmm. Dat is gewoon waar het op neerkomt. Mm-hmm. Ja. Ja, en het wordt altijd uitgefaseerd, hè? Want voor de mensen die niet doorhebben, als je buiten kijkt, alle pinmachines zijn veranderd door zo'n geldmaat. Of dat is allemaal één ding. Eerst kon je nog 1000 euro uit de muur trekken, nu is dat ook alweer minder geworden. Dus ja, kan het nog wel, hè? Maar je moet sowieso hebben rentes verhoogd als je iets eruit haalt. Ja, is dat zo? Ja, als je geld opneemt. Ja, maar in ieder geval, het wordt dus wel op een bepaalde manier steeds afgeknepen, dat je op een gegeven moment je went eraan haast. Ja, dat is normaal. Juist. We betalen nauwelijks meer met geld. Mm-hmm. Want op de manier hoe geld, kijk, we gaan niet fully in debt hoe geld werkt. Ik geef jou 50 euro, ik heb iets gekocht, jij gaat naar de supermarkt voor 50 euro, de supermarkt gaat naar de boer 50 euro. Zo blijft geld in het systeem. Omdat alles elektronisch is. Ja, guys, kleine technical issues.
Is super warm hier zo, camera's overheated. Wel een goed teken, summer vibes, zomer komt eraan. Dus de blessing van de zon hebben we met ons mee. Kleine pauze genomen, maar ja, we weten niet meer zo goed wat nou de laatste zin was. We hadden het over central bank digital currencies. En met elektronisch geld en dergelijke, dat het waarschijnlijk geprogrammeerd kan worden. Dat er dus inderdaad een deadline zit op te goed dat je kan hebben, zeg jij dan, hè? Want dat heb ik zelf niet meegekomen. Nee, ik ga, even dat rapport zoeken, ga ik hem drop in de Discord. Het is best een groot rapport en is in Engels. Moeilijk om te lezen, ze gebruiken moeilijke woorden. Ja. Maar dat doen ze allemaal expres, zodat je niet weet waar het om gaat. Kijk in grote lijnen, kijk door de BS heen, dan snap je het vast wel. Ik heb ook, dat is echt totaal irrelevant, maar ik heb een keer die video gezien van het World Economic Forum. Ook dat ze die brainwaves gaan monitoren en scannen. Brainwaves? Ja, hebben we dat meegekregen? Nee. Ik zal die video erbij zoeken. Ik zal hem in de beschrijving van de video zetten. Als die er niet staat, want meestal vergeet ik dit soort dingen. Als die er niet staat, comment het even. Dan zal ik die link erbij pakken. Dan kan je het zelf met eigen ogen zien. Dus niet iets wat ik nu uit de lucht trek of wat dan ook. Maar daar hadden ze een soort geanimeerde video waarin ze gewoon lieten zien van... het is, weet ik veel, Karen gaat naar de werk en dit en dat. En als ze denkt aan een collega, ze krijgt een waarschuwing. Dus ga aan het werk. Je denkt aan een andere collega. Geen relaties toegestaan op het werk. De volgende dag komt ze weer op werk. Alex wordt gearresteerd. Alex, de brainwaves worden vergeleken met die van Karen. Om te kijken of ze samen hebben gewerkt aan een illegale situatie. Helemaal op zo'n mentale... Maar dat kan door zo'n chip in jou kunnen ze dat doen, toch? Zo waarschijnlijk denk ik. Ja, dat weet ik niet hoe dat dan uiteindelijk gaat. Maar dat is wel de toekomst die ze voor zich zien. En de mogelijkheden die er straks zijn. Ja, maar dat gaat ook way back, hè? Want Amerika of iemand had zo'n patent waarbij je dus via televisie hoe dus mensen hun human psychology worden geprikkeld. Je gaat ook even zoeken, je kan het gewoon googlen. Ik ga het dadelijk naar je toe sturen, zodat je misschien ook erin kan zetten. Maar dat willen ze dus nu ook doen, allemaal in combinatie, dus met een chip en op de blockchain. En ja, 5G die gaat daar allemaal een grote rol in spelen. Maar natuurlijk, alles wordt wireless, elektronisch, digitaal. Alles is verbonden met elkaar. Dus ja, de wereld waar naartoe gaan, het ziet er een beetje fucked up uit. Ja man, zeker. Je hebt ook een bedrijf dat heet voor mij Mojo Vision. Dat is een bedrijf dat een lange tijd bezig is geweest met augmented reality en contactlenzen. En dat bleek dus geen kapitaal meer te hebben. Toen is het gestopt, hebben ze op een gegeven moment weer kapitaal opgehaald. Maar dat zijn wel ontwikkelingen die er gewoon aan zitten te komen. Dus heel veel dingen die nog soort van futuristisch lijken, ze zijn niet zo. Weet je, 2014, iemand wordt ingevroren. Contactlenzen waarbij al gewoon schermen zitten, zijn er al. Worden ontwikkeld. Alleen de tijd was nog niet daar voor de technologie, denk ik. Ja, zoiets. Ik weet nou niet precies waarom dat dan stop is gezet of waarom de ontwikkeling geen fans meer had, zeg maar. Maar het zijn wel dingen die gewoon te gebeuren staan. Ja, zeker. Dus neem dit niet lichtelijk op en bereid je er ook gewoon voor. Ja, en ook dat over AR, VR. Apple die gaat komen met hun headset. September, december zei je toch? Ja, voor mij, ja. Dat is hun release date. Ik verwacht een grote push voor de metaverse hierdoor. Apple is de grootste bedrijf, als het goed is, van de wereld. Qua market cap. Kun je, als het nu nog zo is, don't quote me on this. Ja, volgens mij wel. Goud staat op 1 en voor mij is Apple 2 of zo. Maar als zij dus komen met hun... Meta had het geprobeerd met hun Oculus. Zo'n digitale metaverse en alle digitale wereld. Niet gelukt. Maar als Apple dit launched en het wordt een succes, dan gaan die metaverse stories ook allemaal kwijt. Want AR, VR, dat is gewoon de toekomst. We hebben voorbeelden gezien, even aanhakend op de toepassingen van AR en VR. Brandweermannen die kunnen dus door zo'n slimme bril of zo'n iets in je lens de hitte zien. Waar is de persoon door al de hitte, alle ruis? Zo kan je dus iemand opereren, kan je door alle bloedvaten, zodat je dus de juiste bloedvaat prikt. Dat is allemaal de technologie die eraan zit te komen. Pak dit, pak dat. Ja, nu is het er nog niet zo. Maar vergis je niet, het gaat echt veel sneller. En daarom zeiden we ook in de Discord dat het volgend jaar echt heel anders uit gaat zien. Ja. En ik denk dat mensen nog niet ready zijn daarvoor. Maar we doen ons best om jullie te educaten. En op basis daarvan, want die ontwikkeling, daar heb je dus ook weer bepaalde projecten voor aangeraden in de VIP-Discord. Dus join de Discord via de link in de beschrijving. Maar het gaat gewoon gebeuren, joh. Normaliter zou je zeggen speculatie. Speculeren of gokken, mensen zien crypto als gokken, dat is al lang niet meer het geval. Want we speculeren niet meer op het feit als iets gebruikt gaat worden. We weten dat het gebruikt zal worden. Ja. En dus daarom zie ik het niet meer als speculatie, of speculatie, speculering. Maar als een investering in de toekomst. Ja. Ik zie mezelf ook, waar ik de laatste tijd mee bezig ben, is mezelf dus ontwikkelen in echt technisch analyseren, echt actief daytraden. Maar waar ik heel veel geld mee heb verdiend, waar ik heel erg goed in ben, is
het voorspellen, het trendwatchen. Ja. Kijken wat er gebeurt in de wereld, waar het naartoe gaat. En accepteren of geloven dat het staat te gebeuren. Ja. Ik denk als dat stukje, dan als langetermijn investeerder, heb je het doelen ook, tenminste, vaak heb je het dan gewoon goed. Snap je? Dus ik als denk je op dit insta, op de juiste momenten insta. Juist. En ja, dit is het moment, mensen. Ja, dit is dit letterlijk is moment. Het moment. Het is geen tijd meer om nu te slapen op en crypto. En stel, want ik heb dit vaker in het verleden ook gehad, waarbij ik dus bepaalde calls aan mensen geef. Ik zeg, joh, nu moet je erin. En wat gebeurt? Ze gaan dus uiteindelijk in. En het blijkt dat in de 3, 4, 6 weken daarna de munt valt met 10 à 20%. Kijk, dat is short term. Ik geef ook aan, joh, dit moet je wachten, houden voor minimaal 12 à 18 maanden. Ja. Kijk er dan naar. Klinkt heel raar, maar just how it is. Wat is dus gebeurd na al die munten die dus ik gecallt had? Mensen zijn eruit gegaan omdat, ja, 15-20% verlies. Oh, ik ben bang, ik geloof er niet in. Die hebben dus geen onderzoek gedaan, die weten niet waar ze in investeren. Die geloven gewoon mee en zeggen dat het omhoog gaat. Het is allemaal leuke aardig, maar dan moet je gewoon langer wachten. Want wat blijkt, dus ze zijn eruit gegaan. Daarna is elke munt gewoon keer 10 gegaan vanaf het punt dat ze verkocht hebben. Dus dan vraag ik me dan af van, ja, waar investeer je dan in? Toch? En het is dan puur het terugkomende punt. Always your own research, educate yourself, zodat je dus weet, voor je eigen richting bepaalt van, oké, is dit een goede investering voor mezelf? Spreek dit mee aan? Wat heb ik hier aan? Want nu zijn de momenten, en ja, nu, dit jaar. Volgend jaar is heel anders, heel andere prijs. Misschien zo volgend jaar niet eens meer hier. Het was een heel andere level, zolang de heer het wil. Maar ja man, dus get ready man, guys. Ja, en als laatste, ik heb net opgezocht. Apple is inderdaad nummer 2 qua market cap van alle assets die er zijn. Met 2,6 triljoen. Oh, nice. Goud heeft iets van 13 als het goed is. Dus mooie info. En we wilden het hebben over Ripple, Hongkong. Ja, Ripple en de rechtszaak. We weten inmiddels nu dat 1 juni is bevestigd voor Hongkong. Dat de retail investeerders mogen springen op crypto. Vergis je niet. Er kunnen 2 dingen gebeuren. Dat kan ik gewoon nu zeggen. 1, waarschijnlijk gaat de markt een klein beetje dumpen. Dat is de VS die dus de markt manipuleert. Want Hongkong, dat zijn heel veel rijke mensen, die hebben geld on the side. Er komt zoveel fresh new capital naar binnen, nieuw geld. Ze gaan letterlijk het pumpen, het pompen. Hebben ook vaker in de podcast gezegd dat Azië de gehele cryptomarkt op zijn rug over gaat nemen en verder gaat dragen. Puur omdat Amerika 1, ze verkopen bitcoins en Amerika heeft geen geld. Totdat de printer aangaat. En dat is dan ook heel toevallig waarom 1 juni of de eerste week van juni zo belangrijk is eigenlijk. Want je krijgt Hongkong die gaat traden. Ja. De printer die moet waarschijnlijk aan, want Amerika heeft geen geld. En als ze gaan defaulten, omdat ze hun lening niet kunnen betalen, ja, dan komt er een catastrofale wereldeconomie crisis. Gaat niet gebeuren, denk ik, maar kan gebeuren. En natuurlijk de XRP-rechtszaak. Hè. Op mijn kalender is nu 6 juni, want dan moet er iets in de rechtszaak naar voren komen. Ik denk positief. Dat gepaard met dus al het nieuws wat ik hiervoor heb gezegd, denk ik echt dat de markt kwijt gaat. Maar dus we moeten even wachten. Kijken hoe het uit gaat spelen. Maar 1 juni, market calendars, eigenlijk 31 mei al 1 juni. Dus ja, het is heel spannend. Ja, ja, ik denk ook dat het super spannend is wat er staat gebeuren. En over Amerika nog. Het is dus zeg maar zo slechter aan toe dat ze zeg maar al in de problemen komen enkel met het afbetalen van de rentes die ze hebben op de leningen die ze hebben. Ja. Snap je? Zo. Dus het is hoeveel was het bedrag voor de rente alleen op hun openstaande lening? Van was het 1 triljoen? Ja, voor mij iets meer al zelfs, weet je wel. Echt, per jaar? Ja man, voor mij was het, maar hier moet je me even niet op quoten, maar voor mij zat het tussen de 1 en de 4 triljoen of zo. Nee, het kan niet 4 triljoen. Nee? Op lening niet, nee. Ik denk hun totale schuld is 30 triljoen. En tegen 1% of zo, 3%, 5% rente. Ja, oké, we komen hier niet op. Maar in elk geval, ze komen echt flink in de problemen, puur met alleen het afbetalen van de rentes. Dus de situatie is echt gigantisch erg. En er was, ik had het daar vanmiddag nog met je over, maar ik kan even de naam niet herinneren van wie dat zei. Maar in elk geval, als je hem ziet, het is echt Die Indiër. Ja, het is echt zo'n populaire of bekende ook Bitcoin-investeerder. En die had dus ook een weddenschap aangegaan, tenminste, hij wilde gaan wedden, dus ik weet niet of ze hem echt aangegaan, om te wedden dat de ratio van schuld ten opzichte van de GDP, dus de BBP, ja, die zou eerder naar de 200% gaan dan de 50%. Ten opzichte van de leningen. Ja, is natuurlijk een makkelijke bet om te maken op dit moment in de tijd. Ja. Maar het moet je wel aan het denken zetten, want
als dat percentage inderdaad op 200% komt te staan, dat is echt gewoon fucked. Gewoon. Nu is het al fucked. Nu zit het op 135% mm-hmm. als het goed is. Ja. GDP to debt ratio. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Voor jouw beeldvorming, in goede landen is het onder de 100. Mm-hmm. In hele goede landen is het onder de 70. Dat betekent dat je gewoon geen openstaande lening hebt en dat je gewoon het geld dat dus jouw economie binnenhaalt, je eigen volk. Je bent in een goede positie om dus zaken te doen met andere landen, zodat het op neerkomt. Mm-hmm. En Amerika, die dus nu een GDP van 134% heeft, als de nummer 1 land met een AAA-rating, die dus geen geld heeft en dus 1 triljoen per jaar alleen aan de schulden moet betalen, aflossen. En die rating kunnen ze kwijtraken ook, als dit gebeurt. En die hele titel als World Reserve Currency, wat dus blijkt dat gaat gebeuren. Het ziet er echt niet goed uit voor Amerika, nee. Ja. En daar in tegenstelling krijg je dus, om even dus de Ripple-zaak af te handelen, Hongkong die gaat een e-yuan launchen. Of ja, het is al een pilot, maar wat blijkt dat de e-yuan live gaat op Ripple, op de XRP-platform. Ik moet Ripple zeggen, want XRP is eigenlijk los van Ripple. Ja, dus maar eigenlijk op de Ledger, toch? Op de Ripple ODL, ja, de On-Demand Liquidity. Hebben we ook vaker gezegd, alle CBDC's zijn ISO 222 compliant. Dit is een heel platform gebouwd door XRP, Quant, Chainlink. Nog een paar andere Algorand, XDC zit er nog in, XLM. Die gaan het heel compliant zijn dus. Die gaan het heel financiële sector overnemen. De ISO 222. Ja, er is ook iets naar voren gekomen dat volgens mij een Goldman Sachs, volgens mij Microsoft. Google. Zo werken we aan een nieuwe blockchain. Dat juist. Van bezig komen, ja. Ook weer om die central banking digital currencies. Van waarschijnlijk de dollar. Denk je dan, of niet? Kan, ja, dat weet niemand. Tenminste, dat is mij niet bekend. Maar in elk geval, er wordt keihard gewerkt achter de schermen om dit allemaal eigenlijk tot leven te roepen. Ja, maar Amerika is gewoon te laat. Lang verhaal kort, Amerika loopt achter de feiten aan. Want China is al bijna ready om live te gaan. Het is al 2 jaar al ready, zover ik weet, in test of in pilot, de E-Yuan. De E-Yuan, ja, klopt. Dus het zal echt, als dit jaar live gaat, nogmaals, als het kan, in Q3 of Q4 dit jaar, dat wordt echt parabolisch. En dat bevestigt het punt dat de Aziatische markt gewoon het over gaat nemen. Ja. We hadden nog één punt volgens mij, dat was met stablecoins. Ja, hebben we ook in de Discord gedropt, want het is best frappant. Oh, trouwens, nog een klein stukje over China, die indexen namelijk. Oh ja, ook heel belangrijk, ja. Dat is eigenlijk waar het allemaal neerkomt, helemaal vergeten. Van welke projecten mag China of Hongkong dan straks uiteindelijk gaan treden? Ja. En voor je beeldvorming, want dat had ik vandaag even opgezocht, Hongkong heeft ongeveer 7,5 miljoen inwoners. Mm-hmm. Lijkt relatief weinig, maar wat je net al zei, het inkomen en het vermogen van mensen in Hongkong is veel hoger. Ja. Plus, ze mochten een hele lange tijd niet en mogen nu wel. Dus je kan er ook van uitgaan dat die mensen voorbereid zijn op. Ze zitten te azen. Ze zitten klaar gewoon. Ja, ja. Ready gewoon. Ja. Dus, maar die indexen dus. Ja, er zijn de SEC van Hongkong, het even zo te noemen. Mm-hmm. Die heeft criteria opgesteld voor welke munten hoogstwaarschijnlijk gelist of getraden mogen worden in Hongkong. Ja. En een van de criteria was dat een munt op 2 of meer dexen beschikbaar moest zijn. Indexen. Ja. Op 2 of meer indexen. En een index is zeg maar, ik ken even de indexen niet, Een index is gewoon een mandje van verschillende assets die er zijn. En je hebt bepaalde instituten die dit aanbieden. En dus het moet op 2 van dit soort government institutions zijn die dus verplicht zijn of dit mogen kunnen doen. En dus wat blijkt dat BTC, Ethereum, die staan op 5, die komen het meest voor. BTC, Ethereum, Litecoin, Polkadot, die komen het meest voor. Bitcoin Cash ook, maar daar, kaka. Maar die staat er wel tussen. Die staat er ook op, ja, met 3 punten. 5 is het hoogst, BTC, ETH hebben 5. Dan krijg je 4 voor Polkadot. Chainlink 2, Solana. Avalanche. En dat was het. Check de Discord, daar hebben we op ingedropt. Ja. Maar heel interessant, want deze munten, en vooral Litecoin dan, als Litecoin ook gelist wordt, want die krijgt een halving aan. Ja. Dus fundamenteel, met technische analyse, kan het heel mooi uitpakken. En dus alle geldvolume dat erin gaat komen. Mm-hmm. Onthoud 1 juni, heel belangrijke dag. Ja. Verwacht veel volatiliteit. Een andere eis was ook volgens mij dat die minimaal 12 maanden moest bestaan. En dat is een beetje uit veiligheid voor nieuwe projecten. Natuurlijk is in het verleden gebleken dat niet altijd dat dan de redding is. Want ook sommige projecten falen gewoon na 12 maanden. Ja. Maar dat is dus ook een voorwaarde. Maar ik denk die hoeveelheid indexen die er moeten zijn. Dat is veel hogere eis, denk ik. Ja, en dat is ook wat veiliger om te checken. Want die projecten zijn gewoon heel simpel in meerdere indexen opgenomen. Dus de prijs is iets stabieler om het zo maar te doen. Maar dan die stablecoins dus.
Ja. Toch? Want dit was overgaan op de stablecoins, ja. Want je hebt de Tether, die was echt vorig jaar heel veel in de nieuws. Tether heeft nu geld niet, dus het klopt niet wat te zeggen. Ja. Maar wat blijkt, de market cap van Tether is... Guys. Technical issues, man. Dus, de Discord. We checken jullie gauw. Het was een lange, lange podcast. Stay safe en tot de volgende week. Peace. Ciao.